Wij hebben niet de gelegenheid gehad om aanwezig te zijn. We hebben geen gevolgen gegeven aan een kleine beweging die gaande was en die vond dat wij toch onze aanwezigheid moesten presenteren daar. Wat is de aanleiding precies geweest? Nou, weet je niet. We hebben wel herhaaldelijk ruim, ik dacht in elk geval vanaf juni, maar ik kan me vergissen, hebben we aangedrongen om betrokken te worden bij de viering. 55 jaar bij de voorbereidingen, bij de brainstorming, 55 jaar universiteit. En we hebben geen reactie gehad tot een van die dagen, vorige week of zo, toen we er expliciet op vroegen. Hebben we begrepen dat we zijn uitgenodigd. U wordt hierbij uitgenodigd, staat in een brief, om aanwezig te zijn. Je behoort ons op een nette wijze uit te nodigen. En ik geloof dat al die mensen die daar gespeech hebben onvoldoende doordrongen zijn van de betekenis van juist deze vakbondsleider, van juist deze figuur, deze personage, meneer Antoine de Kom. En als je dan een activiteit hebt of ter huldiging, ter memorering van de persoonlijkheid, dan zou je, vooral omdat je de vakbondsleider bent, je weet dat de doorbraak geweest is bij hem, dan zou je toch wel iedereen met dat aspect moeten houden. Dus ik denk dat de leiding van de universiteit ons veel meer goed dan kwaad gedaan heeft door te menen ons op deze manier te moeten bejegenen. Heeft u dit kenbaar gemaakt? Wij waren gisteren niet daar en we hebben niet willen aandringen, want als we het kenbaar gemaakt hadden, hadden we moeten vechten, hadden we actie moeten doen. En we hebben bewust dat niet willen doen gisteren, omdat onze strijders, onze goeroes hebben ons geleerd dat Bakayari langa morofesjari. Met andere woorden, de komende tijd hebben we alle ruimte en veel meer mogelijkheden om hierop te tamboureren. Misschien zo met het standbeeld, zo met de onthulling van het standbeeld, de zaak aan de kom zijn afgedaan. Maar nu is het staat daar juist voor ons als voorbeeld ook dat de strijd nog niet gestreden is, omdat de establishment, om het zo te zeggen, omdat zij nog steeds neerzien op arbeiders. De bond die was ook in staking, die is inmiddels al opgegeven. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ja, we hebben inderdaad, toen ik u sprak vorige week, heb ik u aangegeven dat we in actie waren en dat wij donderdag met het bestuur zouden praten, verder zouden onderhandelen. En als gevolg daarvan zouden we op vrijdag een algemene ledenvergadering hebben. En dat resultaat, dat eventueel resultaat van vrijdag, van donderdag zullen we presenteren vrijdag. Dat is gebeurd. En de leden hebben, we hebben toch wel een werkbare resultaat geboekt. En dat gepresenteerd vrijdag aan de leden. En die hebben dat geaccepteerd. Dus we hebben voorlopig de actiestap opgeschort. Terwijl wij verder gaan met onderhandelingen over andere activiteiten, over andere issues. En een bepaald issue waarover ik nu nog niet ga praten, daar hebben we wel een goede overeenstemming over bereikt. De betaling daarvan gebeurt in eerste instantie 15 november en voor 15 december de tweede en laatste tranche. Maar nu zijn we bezig met andere aspecten van de onderhandelingen.